Een kapot hek, auto-onderdelen die her en der verspreid liggen en verbrand gras. Aan alles is te zien dat er zich op deze plek aan de Oostdijk zich een groot drama heeft voltrokken. Rond 2:15 vannacht raakt de auto met daarin een 20-jarige inwoner uit Purmerend en een 18-jarige Volendammer van de weg. Het voertuig knalt tegen een boom en vliegt in brand. De bestuurder raakt lichtgewond en moet naar het ziekenhuis. De Volendammer overlijdt ter plekke. In Volendam is het verlies van hun dorpsgenoot het gesprek van de dag. Ja, dat is verschrikkelijk, een drama. Dat gun je niemand. Dat is het ergste wat je kan gebeuren. Ook als ouders zijnde. Ik kon me niet voorstellen dat dat ineens zo was gebeurd. Schrikken? Ja, was best wel geschrok. Allebei waren we er even stil van. Is er al iets bekend hoe dit heeft kunnen gebeuren? Nou, onze verkeersongevallenanalyse doet op dit moment nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Dus wat er precies heeft plaatsgevonden, dat weten we nog niet. Op de Oostdijk zijn ongevallen er de afgelopen tijd schering en inslag. Gistermiddag nog reed een andere auto tegen een boom. En afgelopen oktober raakte een scooterrijder ernstig gewond. Het is nog niet duidelijk of de bestuurder van het voertuig van vannacht onder invloed was van alcohol of drugs. Zijn bloed wordt op dit moment onderzocht. Hij is aangehouden in het ziekenhuis waar hij op dit moment nog verblijft. Dit is wel een gewone procedure, omdat wij op deze manier in alle lust kunnen onderzoeken wat er precies is gebeurd die avond. Ja, waar wordt hij van verdacht? Van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Ik vind het verschrikkelijk voor de ouders en voor alle betrokkenen eigenlijk. Zo'n jong mens.